Dit soort schermen worden gebruikt om valsspelen te voorkomen. Dus dat bridge is een spel, dat speelt men met de partner. Maar ik wilde natuurlijk graag weten wat voor kaarten mijn partner heeft, want dan kunnen we winnen. Nou, nu zou ik een wenkbrauw kunnen optrekken of een mondhoek bewegen om op die manier visueel naar een kaart te kunnen seinen. Dat is niet wenselijk, dus vandaar dat dit soort schermen zijn geïntroduceerd. Zo staat het museum in Leerdam vol met bridgespullen. Oprichter Gerard begon in 1971 met verzamelen. De verzameling in mijn huis in Utrecht was zo groot dat ik uit moest wijken naar een grotere woning. Dat is in Leerdam het geval geweest. Gerard leeft en ademt bridge. Maar dat is niet altijd zo geweest. Zijn jeugd draaide om dammen. Maar de top, Ton Sijbrands, die versloeg me op iedere veld. En daar zag ik geen toekomst in. En toen ben ik met mijn ouders gaan bridgen. De collectie van het museum bestaat uit bijzondere kaartendozen, scoreboekjes, agenda's van bridge-legendes en nog veel meer. En elk voorwerp heeft zijn eigen verhaal. Dit lijkt dus op een boekje. Maar wat we zien zijn gewoon speelkaarten. En deze zijn voorzien van een belastingzegel. Want het was lang heel gewoon dat de belasting werd betaald op speelkaarten. En in eerste instantie ingevoerd, honderden jaren terug, om te zorgen dat speelkaarten in feite werden uitgebannen. Want die waren natuurlijk des duivels. Er ontstonden veel discussies, maar ook ruzies. Zelfs moordpartijen rondom uit de hand gelopen weddenschappen bijvoorbeeld. Maar speelkaarten zijn nooit verdwenen en daar is Gerard maar wat blij om. Want tussen hem en het spel dammen is het nooit meer goed gekomen. Na de enorme nederlaag tegen Ton Sijbrands, finale gestopt. Ik heb pas 40 jaar nadien weer één keer op verzoek een spelletje gespeeld.